Vorig jaar was er 14.000 kilo troep gemaakt. Maar dit jaar is het veel meer geworden volgens mij, want het was echt veel drukker dan vorig jaar. Nou, ik denk dat we zo'n beetje variëren tussen de 120.000 en de 150.000 bezoekers. En dit jaar was echt een hele goede editie. Dus ik denk dat we zo richting 140.000 gaan. Het weer was nu ook fantastisch. Dus ja, dan valt echt alles op zijn plek en dan is het een fantastisch festival. Een geslaagd festival met leuke muziek en lekker eten en drinken. En als we volgend jaar wat meer de rotzooi in de afvalbakken gooien, valt het opruimen ook wel mee. Ja, ik denk dat het te ver lopen is. Het is 10 meter, maar de meeste mensen laten het gewoon liggen volgens mij. Ik hoop dat de mensen nu kijken, dat ze het nu doorhebben, dat er echt wel veel troep komt en dat ze even een paar meter gaan lopen. Even een paar meter lopen naar de dichtstbijzijnde afvalbak. Het scheelt een hoop werk. Want nu is de schoonmaakploeg nog zeker 2 dagen bezig met het opruimen en afbreken. Een straf vinden ze trouwens niet. Absoluut niet. Nee, het is mooi weer nou, hè? Nou, als je het terrein op komt rijden 's ochtends vroeg, dan schrik je eigenlijk te pletten. Want dan denk je van, hoe krijgen we dit in godsnaam weer opgeruimd? Maar als eenmaal de mensen binnenstromen en aan het werk gaan, dan zie je het gewoon ziender ogen opknappen. En dat is een goed gevoel.